In deze videobite ga ik je wat vertellen over Windows taakbeheer. Windows taakbeheer kan een heel makkelijke manier zijn om programma's die niet meer reageren te sluiten. Maar het kan ook handig zijn om wat dingen over programma's die op dit moment draaien op je computer te weten te komen. Bijvoorbeeld hoeveel geheugen ze innemen of hoeveel belasting ze zijn voor je processor enzovoort. Ik zal even een paar voorbeelden geven. Ik heb hier een aantal applicaties openstaan. Word, een aantal browsers, waaronder Internet Explorer, Firefox, Chrome en een media player, Windows Media Player om precies te zijn. En stel een van deze applicaties reageert niet meer. Stel Windows Media Player is vastgelopen en ik wil heel snel zorgen dat die gesloten wordt. Dan kan dat heel makkelijk met de taakbeheerder. Je kan de taakbeheerder openen door in je taakbalk hier onderin rechts te klikken met je muis en te kiezen voor taakbeheer starten. Je kan ook ervoor kiezen om de sneltoets Ctrl, Shift en Escape te gebruiken. Dan kom je gelijk in het taakbeheer terecht. Een van de twee manieren is prima. Maakt niet uit welke je doet, wat je zelf het fijnst vindt. Op dit moment zie je in het taakbeheer de 5 verschillende applicaties die ik net noemde, die openstaan. Firefox bovenaan, daarna Word, Media Player en de andere twee browsers, Chrome en Internet Explorer. En nou, stel dus Windows Media Player reageert niet meer. Dan kun je altijd hierachter de status zien. Waarschijnlijk bij een vastgelopen programma staat hier reageert niet. Nou, in dit geval loopt die gewoon, maar stel deze wil ik sluiten. Dan hoef ik alleen maar hieronder te klikken op taak beëindigen. En dan zal Windows Media Player gesloten worden. Ook dus als die gecrashed is of op een andere manier zorgt dat je computer vastgelopen is. Nog een ander handige iets in je taakbeheer is dat je kunt kijken welke toepassingen het meest geheugen innemen. Dat kun je doen bij het tabbladje hier processen. Dat lijkt heel erg ingewikkeld, maar het valt best wel mee. Hierboven zie je de naam van het proces wat aan het draaien is. Onder welke gebruikers het proces geopend heeft. Daarna wel hoeveel processorcapaciteit de meeste processen vragen. En hoeveel geheugen de processen gebruiken van je computer. Stel, ik pak Firefox erbij. En ik pak hier het proces van Firefox. Ik zet hem even op naam selecteren. Ik heb hier het proces van Firefox staan. En op dit moment neemt hij 80.000 kilobyte geheugen in. Dat is niet heel erg veel. Stel ik open een aantal tabbladen met videobytes. Dan zie je dat het geheugen is toegenomen. Je kan hier dus heel makkelijk zien van, oh ja, als je dus meer tabbladen open hebt, dan neemt dat meer geheugen in. Nog een ander leuk ding is dat je kan zien dat je processor meer belast wordt. Stel ik pak bijvoorbeeld Internet Explorer erbij en ik speel een van de video's van Videobytes af. Dan zal het proces van Internet Explorer, ik zal hem even zoeken in de lijst. Dat zal ongeveer 15% van de processorkracht gebruiken. Nou, het gaat nu net iets omhoog naar 26%, gaat iets weer naar omlaag. Nou, en als ik de video stop, dan zie je dat het proces gelijk maar heel weinig gebruikt. Altijd als je video kijkt of andere actieve dingen aan het doen bent, dan wordt je processor wat meer belast. En op deze manier kun je heel snel zien welke processen hoeveel geheugen of processorcapaciteit gebruiken. Vond je deze video wat handig? Deel hem dan met al je vrienden, volg ons op Twitter en like ons op Facebook.